Mensen, David hier. Deze week hoorde ik dat Ruud Lubbers was overleden. En Ruud Lubbers had ik heel veel respect voor. En onder andere omdat hij gewoon een van de grootste fans was van elektrisch rijden. Ik heb hem in de laatste keer in 2014 de Tesla gehad. Heeft hij gereden. Heeft hij verteld hoezeer hij daarmee bezig is. Deze film is nog echt heel erg de moeite waard om even te kijken. En dankjewel Ruud voor alles wat je gedaan hebt. En iets anders. Ik wil aankondigen dat de Blockchain Innovation Conference plaatsvindt op 7 juni in Utrecht, gehost door de Rabobank. En het is een geweldig mooi moment, want Money 2020 vindt plaats net daarvoor. We hebben de meest interessante sprekers hier. En het thema dit jaar is eigenlijk van POC naar productie, van Proof of Concept naar productie. En dat is werkelijk op dit ogenblik heel belangrijk. We moeten gewoon allemaal zaken zien die werkelijk aan het gebeuren zijn. Op gebied van energie, healthcare, identiteit, politiek, de fintech, de logistiek. Daar gaan we de beste cases bij elkaar houden. We hebben ook gedecentraliseerd presenteren. Nadat de mensen gewoon op het toneel hebben gezeten, komen ze in kleine groepjes bijeen met mensen die geïnteresseerd zijn om daarin verder te gaan. Dus dat is op 7 juni. Zorg dat je er gewoon bij bent, want het wordt een geweldig evenement. Het is de 5e keer. Ja, en nu moet het ook echt gaan gebeuren. Moeten we ook al die veranderingen zien. En wat dat betreft gaat het ook gewoon snel. We hebben ook de beste ICO's die de meeste innovatie veroorzaken. Hebben we daar 7 juni. Be there. Maar eerst gaan we nog wat andere dingen doen. Volgende week zondag ga ik naar Barcelona. Mobile World Congress 2018. En daar ga ik tours organiseren. Met de laatste dingen op gebied van handsets, smartphones, gadgets, netwerk. 5G is daar gigantisch. Mobiele identiteit, mobile payments. Alle dingen natuurlijk op gebied van mobiel zijn daar. En in een uur tijd heb je werkelijk gewoon alles gezien. Dus meld je aan bij cm.com voor de tours. Dat wordt echt heel interessant. Iets compleet anders wat ik eigenlijk nooit had verwacht is zeg maar een review van de Model X. En niet zomaar iemand, maar van Tom Gear, van Jeremy. En Jeremy stond bekend dat hij gewoon een ontzettende hekel had aan Tesla. Maar hij heeft nu voor zijn laatste programma van Amazon, zitten ze bij elkaar en reviewt hij de Model X en hij vindt het een geweldige auto. Had ik dat nou ooit gedacht, een elektrische auto die hij geweldig vond. Dat is echt heel bijzonder. En hij het is ook erg grappig om te zien, want hij haalt allerlei advocaten neemt hij mee als hij iets zegt over Tesla. En dat is ook echt hilarious. En, hij doet ook een geweldige, hij gaat met een Audi, gaat hij racen met de Model X. Nou, hij doet alles aan de kast om te laten zien hoe geweldig die Model X is. Nou, je kunt ook even kijken naar mijn review. Dat is dan iets meer feiten en informatief. Het is wel grappig dat mijn review is nu na 40.000 kilometer rijk erin. En we hebben alles uit de kast gehaald. We hebben mooie drones gewoon erbij gepakt. Hartstikke leuk. 67.000 keer bekeken. Maar het grappige is dat als ik dan één keer een kilometer te weinig heb en de ANWB moet me gaan hebben, dan kijk 68.000 mensen. Het is toch altijd gewoon leuker om dat te doen. En 's avonds dat een vrouw mij komt helpen om mijn Model X probleem op te heffen. Dat zijn de dingen die echt gewoon bekeken worden. Nou, dan even de Vereniging Elektrische Rijders. Word lid als je nog geen lid bent. Je bent geïnteresseerd in elektrische rijders. Word gewoon lid, want de vereniging heeft weer een nieuwe website. Heeft allemaal nieuwe evenementen. Waar ik je nu iets wil vragen. Als je van laadpalen zeg maar geïnteresseerd bent. Wij organiseren samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Organiseren we een debat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe moet je omgaan met beleid? Hoe ga je om met paalklevers? Hoe zorg je dat straten worden uitgerust met laadpalen? En op 7 maart hebben we daar een briljant evenement in. Dus kom daar. Maar hoe dan ook, kijk even naar dat filmpje dat ik zeg maar erover maak. Over de VER. Want de VER laten we allemaal zien wat we doen. We hebben helpdesken. En 2/3 van de mensen is niet lid van, heeft geen elektrische auto, maar is toch gewoon lid van de vereniging. Dus iedereen die geïnteresseerd is, alsjeblieft, kom gewoon erbij. Nou, waar staan we nu in de cryptowereld nog even? Van nou, het gaat weer wat beter. We zitten nu weer op 8000 euro. En de ICO's gaan ook door. Ik ben bij Seal langs gegaan, een Nederlandse ICO die probeert om namaakproducten te voorkomen door er een chip in te stoppen en dat te scannen met hun app. En die dan meteen de juiste informatie geeft. Bart Verschoor is de CEO en die laat even zien hoe het werkt. Je kunt gewoon een productje pakken, je scant dat met de app en dan laat hij meteen zien hoe het werkt. Nou, ik was daar op de dag van de pre-ICO en ik heb uitgebreid een kwartier met hem gesproken om te zien van wat is nou het doel van zo'n ICO, wat is het doel van het bedrijf, hoe bouw je nou zo'n team bij elkaar, hoe doe je nou de marketing, hoe breng je het onder de aandacht, waarom haal je zoveel geld op, wat komt daar nou eigenlijk uit.
En het was op de dag zelf dat ik die ICO was. En ze zouden dus over een paar uur live gaan. Nou, dat ging uiteindelijk weer niet door. Want er was weer een of andere technische glitch. Maar het is toch leuk om zo'n bedrijf van binnen te zien. Er komt ook een MPO-documentaire. Want die lopen daar 3 maanden rond. Dus over 3-4 maanden krijgen we het helemaal inside out. Maar nu kun je al een beetje zien hoe zo'n ICO werkt. En eigenlijk wat ik er uiteindelijk van vind. Ga ik er daar nou ook gewoon mijn eters in stoppen? En als laatste heb ik gesproken met Tom Poelhekken. Hij is de CTO van KPN. En die heb ik gesproken over wat gaat er nou met KPN gebeuren? Wat doen ze nou qua netwerk? Wat doen ze met 5G? Wat doen ze met de Internet of Things? En hij vertelt daarover hoe hij sinds juni is de CTO. En hij vertelt hoe er eigenlijk 12 verschillende focussen zijn. En dan geef ik een rondleiding, een korte rondleiding. En dat varieert van dat ze nu met koper gewoon 500 megabit down en 70 megabit up kunnen doen, gewoon via koperdraden. Nou, dat is echt gewoon hartstikke goed. En ze hebben aan de andere kant alles rondom LoRa en rationalisatie en hoe ze dat nou doen. Echt gewoon interessant hoe zo'n netwerk nou eigenlijk tot stand komt. En de CTO-office heeft 150 mensen, architecten, de mensen die contracten doen. Een kijkje in de keuken bij KPN en daar heb ik dan ook een presentatie gegeven over de digitale toekomst. Ja, dit was mijn week. Ik hoop dat je gewoon wat interessante dingen ziet. Ik hoop dat je bij de Blockchain Innovation Conference komt. Of dat ik je in Barcelona zie. Of bij de VNG. En dat je gewoon lid wordt van onze elektrisch rijden club. En dat we elkaar volgende week weer zien. Doei!